Hi, ik ben Daisy Schee van Witteldorf. Welkom bij deze maandreading voor september alweer. En we gaan bespreken wat we deze maand kunnen verwachten. Velen van ons zijn natuurlijk net terug van vakantie. Sommigen gaan nog lekker buiten het hoogseizoen. Dus ja, het is een maand waarin veel gebeurt als je het hebt over energieën in Nederland. En om ons heen. Wat we als eerst gaan merken is dat we deze maand gewoon meer slikken. Letterlijk. Omdat we bijvoorbeeld meer dorst hebben. Dat is een hint trouwens. Of omdat we het gevoel hebben dat we ons ei niet kwijt kunnen bij anderen. Of het nou terecht is of niet. Of omdat gewoon mensen die je normaal spreekt bezig zijn met hun veranderingen in september. Maar dit is dus gewoon iets dat een beetje meer voorkomt. En ja, weet daar gewoon van. Het is gewoon meer een mededeling eigenlijk. Wat we ook gaan merken is helaas de schouders. Dus dat wel wat meer zo... We zitten deze maand. Dat is altijd jammer en doet zeer en kan weer uitstralen naar de nek. Het is gewoon een beetje hoe de energie ligt, maar ook het gevoel van ik kan me even niet uiten naar een ander, waar het ook aan ligt en doorkomt. En dan gaat het een beetje opstaan in je eigen systeem en deze maand is dat dan een beetje in de schouders. Dus let daarop. Let op je houding als je aan het typen bent, dat je niet zo aan het typen bent en met hoge schouders. En neem gewoon op tijd rust, hoewel dat altijd makkelijker gezegd is dan gedaan. Hoop ik toch dat je iets doet met dat advies. Als laatste zijn we deze maand ook gewoon bedachtzaam. Dus we vinden onszelf wat meer uit het raam starend. We zijn wat slomer deze maand misschien qua werkzaamheden. Maar het is ook goed, want soms om een patroon te doorbreken. Een patroon waarvan je misschien niet eens wist dat je erin zat. Of was dat, heb je even momenten van stilstaan nodig. En op het moment dat je jezelf afgeleid vindt, of je krijgt opeens een kritische opmerking naar je hoofd, of je kijkt uit het raam, of je zit opeens op je mobiel een stom spelletje te spelen, denk dan even na van, hey, maar wat gaat er eigenlijk verder door me heen wanneer ik me zo afgeleid voel? En waar denk ik aan? En wat kan ik veranderen? En wat zit me dwars? En die antwoorden die komen dan wel tot je, of die zijn er misschien al. Dus het klinkt misschien als een zware maand met die schouders en het slikken en al die veranderingen van jezelf of andere mensen. Maar het is ook meteen een goede maand om dus ja, een soort van positie te kiezen van hoe ga ik verder het jaar weer in. Of hoe pak ik het weer op vanaf oktober, liefst september natuurlijk al. En wat heb ik daarvoor nodig en hoe kan ik me gelukkiger voelen als dat een vraag van je is. Dus het is wel een goede maand daarvoor. En daarom vind ik het ook wel een leuke maand wat we ingaan. Dus dat was het alweer voor de maandreading van september. Ik hoop dat jullie er wat aan hadden. Abonneer vooral om niks te missen. Tot de volgende keer.